Jan Slachter heeft een opmerkelijke wending genomen in zijn streven om geen autoritaire omroepbaas te zijn. Hij staat toe dat er een bn editie van heel Holland Bakt komt. Een beslissing die sommigen doet twijfelen aan het aantal bekende gezichten in Nederland. Tegenwoordig lijkt geen enkel programma compleet zonder hen. Zelfs heel Holland Bakt ontkomt er niet aan. Met de kerst staat er een speciale editie met bekende Nederlanders op het programma. En zoals vaak volgt er mogelijk meer. Het lijkt bijna alsof het alleen nog maar draait om sterren. Opvallend is het zeker, vooral omdat omroep Max Voorman Jan Slachter altijd heeft gezworen dat hij dergelijke verwatering van heel Holland bakt nooit zou toestaan. Hij zou het programma nooit laten overheersen door allerlei B-sterren. Dus waarom nu wel? Misschien heeft het te maken met de onrust die heerst in Hilversum, waarbij Jan kennelijk wil laten zien dat hij juist geen autoritaire omroepbaas is. In een interview met De Telegraaf benadrukt Jan sterk dat hij niet overal de leiding heeft. Sommigen denken misschien van wel... Maar dat is echt niet zo. Ik ben altijd tegen het idee geweest van BN'ers in heel Holland bakt. Toch komt er met kerst een eenmalige special met bekende Nederlanders. Jan legt uit dat hij dit soort beslissingen tegenwoordig gewoon toestaat als omroepbaas. Het is niet mijn voorkeur, maar ik heb er niet per se mijn stempel op willen drukken. Als de redactie het leuk vindt, is dat prima. Het is duidelijk dat Jan niet langer alleen de touwtjes in handen heeft, zoals hij uitlegt in het AD. Dit laat zien dat ik bij Max niet de enige ben die beslist. Het lijkt erop dat Jan niet langer tevreden is met zijn imago als conservatieve omroepbestuurder, want hij wil niet langer in hetzelfde rijtje genoemd worden als Johan Derkse. Ik heb niets tegen hem, laat dat duidelijk zijn, maar mijn standpunten zijn niet zo extreem als die van hem.